Ik heb een heel raar stijtje. En het is vandaag donderdag. Ja. Einde van de middag en we zijn aan het opruimen. En we komen dit grote stuk piepschuim tegen. Dus ja, en dit hebben we net al gedaan. Dat gebeurt ook nogal snel. Ja, dan heb je natuurlijk wat is een goede houding. Een beetje zo, hè? Je moet eigenlijk zo vanuit je lichaam mee doen. Ja, maar ik wil niet dat mijn hand flipt of zo. Dat ik pijn krijg. Ik laat hem gewoon los in deze slaap. Mag dat? Ja. Oké. Oké, dit doen we dus anders nooit. Zo leuk die lampjes, alleen je ziet het nu natuurlijk nog niet zo heel goed. Mm-hmm, vreemd. We zijn klaar met repeteren. Het is zaterdag. En we hadden weer repetitie met Benjamin. En dan gingen we zingen. Hoe? Want over een week gaan we weer... dat zingen weer doen, wat ook wel eens in een andere vlog voorbij kwam. Bijzondere lucht op de terugweg. Of nou, op de terugweg niet, we gaan ook nog bij iemand eten. Het is maandag vandaag, ik heb niet zo'n fijne dag. Het is echt... regenachtig weer de hele tijd. Ik ben migraineachtig en ik was net naar stage gegaan. Omdat het bleek dat het wel weg zou gaan, maar het ging niet weg. Dus toen ging ik weer naar huis. Toen op de terugweg helemaal weer doorweekt geraakt op de scooter. Gek stijtje. Lekker donker hoekje gemaakt, daar ga ik zo zitten. En dan zo nog een paracetamolletje. Doe hier wat water bij. Ik ben ook even een soepje aan het maken. Ik weet niet of dat goed gaat, maar ik ga gewoon rustig aan. Proberen. Soms gaat het redelijk snel weer weg. Als ik dan gewoon flink wat paracetamol neem, dan nou ja, het duurt alsnog een aantal uren, maar niet dat er daarna ook nog eens een erge aanval komt van een aantal uren. Dus. We hebben een nieuw item. Een item? We hebben een ruimteschip. We zijn nu onderweg naar de... We zijn onderweg naar de maan. Alleen volgens mij zijn we de maan al voorbij. Want ik zie alleen maar sterren. We hebben dit ruimtemannetje gekocht. En die projecteert sterren. Wow. Oké, okay, ik lig nu in bed. Wat een licht. Ja. Wow, wat een schaduw. Zo. Het ziet er cool uit. Ja. Echt zo cool. In het echt ziet het ook nogal wat anders dan natuurlijk op beeld. Het is een beetje een zootje, dus ik kan niet de hele kamer heel duidelijk laten zien, maar... Je ziet het ongeveer. Ja, en dat was dus ook een afstandsbediening. En dan kun je hem op één gewoon zetten. Ja, je kunt dus de snelheid die sterren wisselen. En die kleuren kun je wisselen. En de snelheid daarvan. Hm. Dan moeten we maar een maan dan.
Ja, dat past er wel goed bij. Op zoek naar de juiste positie. Allemaal licht uit die kamer. Wow, je ziet het ook hier. Oh zo, dit lijkt wel heel heftig zo. Zoals je denk ik wel ziet, ben ik een beetje aan het prutsen met de camera-instellingen steeds. Alleen, ik vind het nou niet echt beter op worden eigenlijk. Ik vind het nu een beetje grijs. Dat was ik in de vorige vlog, toen ik het terugzag. Eigenlijk zou ik hem weer liever hebben zoals hij denk ik eerst was. Nou ja, ik moet even kijken hoe ik dat weer terugkrijg. Ik ga de vlog afsluiten. Volgende vlog gaan we wat meer op ons eten letten. Die gaat vooral over eten. Want op zich weten we heel wat gezonde dingen om te eten. Alleen eten we ook wel eens nu en dan is wat ongezonds. En dan gaan we nu proberen om alleen die gezondere dingen te eten. En niet die ongezonde dingen. Ik moet ook weer beginnen met mijn vitamine D. Denk ik. Heb ik al een tijdje niet meer gehad. Omdat het ook gewoon zomers was. Maar het lijkt me wel goed om daar wel mee te beginnen. Dan sluit ik in ieder geval deze vlog af. Tot de volgende!